Game Kings Extra. Ik ga vertellen wat ik vandaag gedaan heb. Ik werd wakker in een vreemde wereld. Nee. Ik ben vanochtend samen met Emiel naar Unite geweest. Bam, hier is het, Unite. Unite is het evenement van Unity. En het wordt vreemd genoeg. Het is een wereldwijd evenement. Het is eigenlijk een Europees evenement. En het wordt gewoon keihard in Amsterdam georganiseerd. In de Westergassenfabriek. Dus ik ben met onze eigen Emiel daar naartoe gegaan. En hebben we daar geluisterd naar toespraken, vreemd genoeg, ook van mensen die we al op een mace hadden gezien. We hebben gesproken met developers, we hebben ons verdiept in hoe Unity nu ondersteunt, of eigenlijk nu de 3DS ondersteunt. Wat natuurlijk een wereld van mogelijkheden biedt voor iedereen die games maakt in Unity en die games wil uitbrengen voor een Nintendo 3DS. Dat is super cool. Daarna zijn we naar onze kledingsponsor gegaan, in dit geval America heb ik deze jas gekregen. Ik zal even laten zien hoe vet die is. Kijk, wat vet shit. Deze vette jas heb ik gekregen. En nog wat andere dingen. Allemaal voor de E3. Super cool. Tanks, gasten, Ethnische SN America. En vandaag, toen kwam ik hier bij Blammo. En toen lag dit op mijn bureau. Ik heb het gekocht op Amazon. En het is mijn mixertje. En dankzij deze mixer ben ik in staat zometeen om fatsoenlijke audio in mijn livestream te gooien. En daar veug ik me nu al heel erg op, want ik heb gisteravond eventjes Overwatch gespeeld. Ik had 250 kijkers op twitch.tv/gkborisgk. Ondanks dat Shelly er niet was, ondanks dat Skate er niet was, toch was het heel erg gezellig. En ik kan niet wachten om daarmee door te gaan. En wat was dat namelijk het ding? Ik heb voor het eerst Overwatch gespeeld. Ik had het al wel eens gespeeld hoor, dat was niet. Maar ik heb het echt in verdiept. Ik heb de tips van de kijkers serieus genomen. Ik heb al die characters geprobeerd, de tactieken geprobeerd toe te passen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik begon het best wel leuk te vinden. Ik ben wel nog echt zo'n noob dat ik helemaal into soldier zit. Dat snap ik. Een guy met een machine gun, dat begrijp ik. Maar bijvoorbeeld Shelly, die heel goed is en al level 2000 heeft bereikt gisteren. Die speelt ook gewoon met soldier. Dus ik vind dat ook helemaal niet erg. Dat ik soort van niet met een of andere zwevende heks, soort van toverkills maak. Nee, ik heb gewoon een guy met een gun. Is dit Game Kings Extra? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, is dit het? Ja, oké, dan stoppen we hier, oké? Okay? Ja. Ja, stoppen we hier. Knip.